Erwin van Bergen, Moerse Boys, waar komt dat vandaan? Uit Zundert. Welke plaats speel je in jouw team? De verdediger. En wie is de beste verdediger bij NAC? Even nadenken. Je hebt net gezegd, maar ik kan me niet onthouden. Kevin van Dierenmen? Kevin van Dierenmen, ja. Nou hebben jullie wel een hele goede coach. Wie is dat? Weet ik weer. Gradame, ja. Doet het goed, hè, of niet? Heel goed, ja. Ja. Met hoeveel ga je winnen vandaag, weet je het al? Met 5-0. Oké, nou, dat, zullen we dat gelijk bevestigen op de kamer? 5-0? Ja. Oké. Succes. Oké. Doei. Doei. Kunnen jullie even juichen, jongens? Ja. Hey, jullie gaan winnen, hè, toch? Ja! Bij mij Eumer Sari, welke ploeg speel je eigenlijk? Ik speel bij JK. Jij bent toch de Van Persie van JK? Nee, doe maar liever de Snijder. Dus toch kal uit de Sjerij? Ja, zeker. Dat is mijn favoriete club. Weet je wat, trouwens, dat ook NAC een hele goede Turkse speler hebt? Ja, ik ben wel van de hoogte, ja. Ja. Wie is dat dan? Enos Unsal. Goeie voetballer trouwens, hè? Ja, dat is ook mijn favoriete speler. Wat gaan jullie vandaag spelen? Jij staat op het middenveld? Ja, ik sta nog altijd op mijn eigen positie. Jullie gaan, jou kennende, jullie gaan voor de winst vandaag. Ja, dat is altijd bij ons. We gaan altijd voor de eerste plaats. Okay, nou, succes vanmiddag, hè? Nou, bedankt. Jij ook bedankt, hè? Ga je goed, jongen. Bedankt. Bij mij Niels. Wie staat er nou naast je? Jelle Rolaar. En hij is? Hij is doe maar van NAC Breda. Nee. Hij is... Mijn beste vriend, moet je zeggen. Oh ja, dat is mijn beste vriend. Ja. Maar Niels, jij bent toch ook keeper? Ja. Maar wat is nou het verschil? Hoeveel ballen heb jij doorgelaten en hoeveel heeft hij er al doorgelaten, Jelle? Niet zoveel. Hoeveel heb jij er doorgelaten dan? Ik weet niet. Of er 2 of 3. Jij telt ze nooit. Dat doet Jelle wel als je een doelpunt doorlaat, hoor. Ja. Ik weet het ook niet, hoor. Dat weet ik. Maar het is wel een van jouw betere idolen, hè? Ja, nog steeds. Gaat NAC promoveren naar de Eredivisie? Tuurlijk. Voor mij mag je. Ja, zo is dat. Verdient hij wel, hè? Ja. Niels en Jelle. Topduo. Tuurlijk. Oké. Okay. Hey, succes vanmiddag, jongen. Ja, hoor. Hey, bedankt, hè. Graag gedaan. Keurig, jongen. Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in vlammen en NAC wordt kampioen. De wereld zal nog niet vergaan. Ja, dit was de impressie van NAC G-dag. Georganiseerd door de Rabobank en NAC Breda. En er moet ook gezegd worden, uitstekende medewerking van de spelers van NAC. Doet me goed om dat te zien. En ook het plezier dat die mensen hebben gehad vandaag. Nou, dit was weer NAC TV bij Breda Nu. Aankomend weekend geen voetbal in verband met interlandverplichtingen. Maar ja, ik zie jullie graag volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender.